Dit is een extra editie van Panorama op dinsdag, dames en heren. Goedenavond. In deze uitzending uiteraard maar één onderwerp, de gevechten van vanmiddag bij Kortrijk. Het lang verwachte gewapende conflict tussen Frankrijk en het graafschap Vlaanderen is er dus. Wij hier in Brabant willen proberen in deze uitzending meer te weten te komen over de achtergronden van die strijd en praten in de studio onder meer met heer Louis van Veltem, wetenschappelijk Vlaanderenvorster. Meneer van Veltem, welkom in Panorama. We hebben straks waarschijnlijk ook de eerste filmbeelden van de gevechten bij Kortrijk en we houden met een rechtstreekse televisieverbinding ook contact met onze collega William van Laken in Kortrijk. Inderdaad, dames en heren, we staan hier met onze camera op de weg naar Oudenaarde in een Brugs legerkamp. Hoe de slag precies is afgelopen, dat weten we nog niet. Eerst hadden het Franse voetvolk en de Franse kruisboogschutters de Vlamingen op de Groeningekouder sterk teruggedreven. En de charge van de Franse ruiterij moest toen zelfs nog beginnen. Maar het is niettemin niet uitgesloten dat de krijgskans is gekeerd, want sindsdien zijn hier verscheidene Franse ridders in paniek voorbijgevlucht. Straks kunnen we u ongetwijfeld meer vertellen. Maar ik stel voor dat we nu eerst kijken naar de eerste filmbeelden van de slag. Dit is Kortrijk, weer naar Brussel. Op de Groeningekouter stonden vandaag zo'n 20.000 krijgslui tegenover elkaar. Een gemeenteleger van 10.000 of 12.000 Vlamingen tegen 2.000 Franse ridders en 5.000 infanteristen. De Vlaamse generaals besloten alleen maar voetvolk in te zetten. Het gros van de Vlaamse ridders vecht overigens aan Franse zijde. Van Franse oorlogsverslaggevers is intussen vernomen dat er in hun oppercommando nogal wat oneenigheid was over de te volgen tactiek, vooral omdat twee diepe beken op het terrein maar weinig bewegingsruimte laten voor de ruiterij. Tot zover de eerste beelden van onze filmploegen in Kortrijk, dames en heren. Die waren nog niet gemonteerd en daarvoor onze excuses. Erg veel nieuws over het verloop van de strijd hebben wij op dit ogenblik nog niet, maar we hopen later in de uitzending uiteraard nog naar Kortrijk terug te schakelen en verwachten ook nieuw filmmateriaal. Alleen willen we nog melden dat de eerste telexberichten spreken van grote verliezen in het Franse kamp. Nu eerst aandacht voor de oorzaken van de slag bij Kortrijk. We zeiden het daarnet al, die slag is niet onverwacht gekomen. Er zijn al vele jaren incidenten tussen de leenheer, de koning van Frankrijk, en zijn Vlaamse leenman, graaf Guy de Dampierre. De Franse koning, Philippe le Bel, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een sterk centraal beleid wil voeren. Hij maakt daarvoor gebruik van zijn ministers Pierre Flot en Guillaume de Nogaret. Maar de kerk en de grote leenmannen voelen zich zo in de hoek gedrukt. De Vlaamse graaf, Guy de Dampierre, is na de Engelse koning de voornaamste leenman van Philippe. Hij regeert in naam van de Franse koning over het grootste deel van Vlaanderen. Maar politiek en juridisch blijft dat gebied tenslotte aan Frankrijk onderhorig. Die afhankelijkheid heeft de graaf zelf officieel erkend. Nadat Philippe le Bel de Franse troon had ingenomen, is Guy de Dampierre, zoals alle leenmannen van Frankrijk, bij de koning zijn eed als vazal gaan afleggen. Een bevestiging dus van zijn afhankelijkheid. Vous devenez homme liege du roi, votre souverain seigneur, pour raison de la Périer comté de Flandre, et de tout ce que vous tenez de la couronne de France, et lui promettez foi, hommage et service contre tous, jusqu'à la mort, inclusivement. Oui, sire, je le promets. Thank you.
Dat is nu meer dan 15 jaar geleden, dames en heren. Al die tijd heeft de Franse koning zijn aanspraken op Vlaanderen doen gelden. Maar het kan niet worden ontkend dat de graaf Guy de Dampierre van zijn kant altijd geprobeerd heeft een zo onafhankelijk mogelijke koers te varen. De Dampierres beheren meerdere gebieden die aan verschillende staten toebehoren. Het grootste stuk is het graafschap dat al meer dan 400 jaar verbonden is met Frankrijk. Daarnaast is er Rijks-Vlaanderen dat afhangt van de Duitse kroon. Daarbij horen het graafschap Aalst, het land van Waas, het gebied van de vier ambachten en een aantal Zeeuwse eilanden. Het economisch zwaartepunt wordt gevormd door de vijf grote steden Gent, Brugge, Ypres, Rijssel en Douai, maar ze zijn Frans grondgebied. Toch heeft Vlaanderen zijn eigen munt. In alle handelsplaatsen konden de kooplui ook met vreemd geld terecht. Maar de Franse koning heeft het gebruik van de Parijse ponden sindsdien wettelijk verplicht gemaakt. Een serieuze klap voor de graaf, die zich ook economisch van Frankrijk wou losweken. De invoer van Frans geld betekende meteen een devaluatie voor de graaflijke munt. Het gebruik van Engelse ponden en van alle andere vreemde munten werd bovendien verboden. Het is altijd een merkwaardige toestand geweest, dames en heren. Het economisch sterke Vlaanderen bleef ondergeschikt aan Frankrijk. Bovendien haalt de Vlaamse wolindustrie haar grondstoffen uit Engeland en ook dat land lag herhaald overhoop met de Franse koning. Het was voor politieke waarnemers niet verwonderlijk dat de Vlaamse graaf in de voorbije jaren herhaald naar Engeland heeft geoogd. En op die manier zijn Franse koning nog meer voor het hoofd stoten. Dat was 10 jaar geleden erg duidelijk in 1292. Guy de Dampierre ging toen op officieel bezoek naar Engeland voor overleg met koning Edward. Officieel heette het dat ze gingen praten over zeeroverij. Maar het was geen geheim dat deze beide heren klachten hadden over de centraliserende politiek van de Franse koning. De officiële foto's die na het bezoek werden vrijgegeven, verraden niets van de sfeer waarin het overleg plaats had. Maar al direct na de terugkeer van de graaf, nu precies 10 jaar geleden, begonnen er hardnekkige geruchten de ronde te doen over een toenadering tussen Vlaanderen en Engeland. Er was sprake van een verloving van een dochter van de graaf met de Engelse kroonprins en de verzekering van ruime Engelse financiële steun voor de bijna altijd bankroete graaf de Dampierre. Onmiddellijk na de terugkeer van de graaf uit Engeland had de Vlaamse televisie een gesprek met de graaf. Daaruit het nu volgende fragment. Nous avons eu des entretiens fructueux sur les relations entre nos deux pays. En ce qui concerne les incidents maritimes, nous avons décidé d'interdire au sujet des deux pays de continuer à piller les bateaux et à massacrer des marins. Mais ik veronderstel dat er ook andere zaken aan bod gekomen zijn. Ik denk dan aan mogelijke financiële hulp van de kant van Engeland in ruil voor Vlaamse steun tegen Frankrijk. Oh, à ce point-là, je peux être très formel. Pourquoi donc irait-on chercher des alliés contre notre souverain? Non, 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 non. Nous avons simplement et purement réglé nos affaires bilatérales, dont, je vous l'ai déjà dit, les choses maritimes étaient les principales. Er lopen in Vlaanderen nogal wat geruchten over mogelijke huwelijksplannen tussen uw huizen. Eh bien, non, pas officiellement. Mais n'est-ce pas normal que deux pères de famille parlent de leurs enfants quand ils se rencontrent? Dat was graaf Guy de Dampierre in een interview uit 1292, dames en heren. Nog geen jaar later was het duidelijk dat het overleg in Engeland toch meer had opgeleverd. Franse boulevardkranten brachten toen op hun frontpagina het nieuws van de verloving van prinses Philippine de Dampierre met de Engelse kroonprins. Dat was een nieuwe klap in het gelaat van de Franse koning. Want voor dit soort verlovingen is het advies van de koning nodig. Bovendien is er oorlog tussen Frankrijk en Engeland wanneer de graaf later een huwelijksakkoord sluit met de Engelse koning. Dat akkoord wordt in Parijs als verraad beschouwd. In mei 1294 wordt de verloving officieel bekendgemaakt. De bruid van de Engelse kroonprins is dan ook
officieel aan de bevolking voorgesteld. Volgens de overeenkomst zou de 8-jarige Philippine de Dampierre 4 jaar later trouwen met Edward Plantagenet. De Engelse koning bevestigde dat zijn belofte in alle omstandigheden zou blijven gelden. De pers werd uitgenodigd voor kennismaking met de toekomstige jonge bruid. Het huwelijk zou een waarborg zijn voor het eeuwige bondgenootschap van Vlaanderen met Engeland. Daarom precies heeft de Franse koning de trouwplannen ook doen mislukken in weerwil van alle Vlaamse voorzorgen. Want opdat niet zou blijken dat het akkoord onder dwang tot stand kwam, had het Vlaamse Hof bekendgemaakt dat het meisje met het huwelijk had ingestemd. Het officiële hofcommuniqué werd door de jonge gouvernante van Philippine bevestigd. Oui, la princesse a maintes fois affirmé qu'elle a l'intention de se marier avec le prince Édouard. Nous en parlons très souvent et la princesse se réjouit à l'idée de ce mariage. Zijn er ook andere getuigen die kunnen zeggen dat het de uitdrukkelijke wens is van de prinses? Bien sûr, la volonté de la princesse peut aussi être confirmée par d'autres personnes. Par exemple, le frère Jean de Ménin de l'ordre de Prémontré et le seigneur de Guistel. À ce sujet, la princesse a également reçu une confirmation semblable de son fiancé Édouard. De officiële verlovingsfilm van prinses Philippine. Maar die verloving was een nieuwe bron van ergernis voor de Franse koning. Haar vader, graaf de Dampierre, krijgt nu ook binnenlandse moeilijkheden. 6 jaar geleden, in 1296 dus, voert de Franse koning een nieuwe oorlogsbelasting in. Een heffing van 2% voor de financiering van zijn oorlog tegen Engeland. In Vlaanderen moet de graaf die belasting innen. Het kwam daar vaak tot incidenten. In Douai ging het zo ver dat de belastingsontvangers niet meer op straat konden komen zonder politiebegeleiding. Het was trouwens overal onrustig in de grote steden. De belasting was eenzijdig door de graaf en de koning opgelegd. Daarom hadden de steden de oorlogsbelasting ook afgewezen. Het is namelijk de gewoonte dat alle nieuwe heffingen eerst door de gemeentelijke overheid worden goedgekeurd. De graaflijke ambtenaren stoorden zich niet aan die regel en gingen door met innen. Wie weigerde te betalen, werd zonder plichtplegingen opgepakt. Een van die aanhoudingen hebben we toen clandestien kunnen filmen. De steden wenden zich rechtstreeks tot de koning en de gehate belasting werd voor een ronde som afgekocht. Parijs stuurde daarna controleurs naar Vlaanderen om de graaflijke politie in te tomen. Dat was een exclusieve panoramareportage uit 1292, dames en heren. Na deze opname werd onze cameraploeg door de graaflijke politie opgepakt en het land uitgezet. Maar de graaf was niet alleen op ons boos. Hij wou zich ook niet door de controleurs van de koning op de vingers laten kijken. Hij strafte de magistraten die bij de koning klacht tegen hem hadden ingediend. Parijs was het toen zat. De graaf werd bij de koning ontboden. Over enkele ogenblikken vertrekt de graaf van Vlaanderen naar Parijs, dames en heren. Hij is daar gedagvaard door de koning voor de rechtbank van het parlement. De magistraten van de Vlaamse steden Gent en Douai hebben namelijk in Parijs hun beklag gemaakt over de strenge graaflijke controle op hun bestuur. De graaf is in open conflict met de schepenen omtrent het beheer van de stadsrekeningen. Bij de graaf zelf was op strengere controle aangedrongen door de bevolking van voornoemde steden. Dampierre is vergezeld van zijn hofkanselier en van zijn zonen. De steden hebben elk al een eigen afvaardiging gestuurd. De koning wil de knoop blijkbaar doorhakken. Het is dan afwachten welke beslissing hij zal nemen.
In Parijs wachtte Dampierre een koud stortbad. Een van zijn zonen bleef er in hechtenis als waarborg voor de koning, om Dampierre onder de duim te kunnen houden. In aanwezigheid van de Vlaamse stadsmagistraten en van het parlement kreeg de graaf in Parijs een officiële blaam van de koning. Het bestuursrecht over de grote steden werd hem ontnomen. De graaf protesteerde tegen de dagvaarding voor het parlement. Maar zijn eis om het geschil voor de hoge rechtbank van de rijksgrootte te brengen werd afgewezen. Ook de koning wou geen pottenkijkers naast zich hebben. Dampierre zou eindelijk zijn bestuursrecht wel behouden. Maar twee officieren van de koning kwamen erop toezien dat er vanuit Vlaanderen geen militaire hulp naar Engeland ging. De handel tussen Engeland en Vlaanderen was al sinds het begin van de oorlog verboden. Het is nu duidelijk, dames en heren, dat de betrekkingen tussen Vlaanderen en Frankrijk toen een beslissende wending hebben genomen. Terwijl de politieke commentatoren nog lange stukken schreven over het lijmen van de breuk tussen Frankrijk en Vlaanderen, vroeg de graaf zendtijd bij de omroep. Hij had de volgende mededeling. Wat het bestuur van het land betreft, het is mij erfelijk en wettelijk toevertrouwd vanwege de kroon. Daarom is het ondenkbaar dat Parijs zich rechtstreeks met bestuurszaken zou inlaten. Toch heeft het Hof herhaald misbruik gemaakt van zijn macht. Ik heb dan ook gevraagd dat het Hof de rijksgrootte zou bijeenroepen om eens en voor goed te bepalen wie bestuursrecht heeft over dit land. Zijn majesteit heeft die rechtvaardige Vlaamse eis afgewimpeld. De Vlaamse grieven tegen Parijs zijn haast niet meer te tellen. Ik noem er slechts twee. De openlijke steun aan de vijand tijdens de oorlogen met Henegouwen in Zeeland en de massale aanhoudingen van buitenlandse handelaars. In deze moeilijke tijden is het meer dan ooit noodzakelijk dat Vlaanderen eendrachtig blijft. Wij betreuren het dat een aantal edelen en burgers, vooral uit eigen belang, tegen ons partij hebben gekozen. Ikzelf en de edelen die mij trouw zijn gebleven, rekenen daarom op de loyale solidariteit van het Vlaamse volk. Waar de landgenoten, de koning is sinds jaren zijn wettige bevoegdheid ten opzichte van Vlaanderen te buiten gegaan. In die omstandigheden is het dan ook begrijpelijk dat Vlaanderen zich niet meer gebonden voelt door de belofte van gehoorzaamheid aan de Franse kroon. Graaf Guy de Dampierre in januari 1297, dames en heren. Nog geen week later hadden we een filmverslag van het verzegelen van het verdrag tussen Vlaanderen en Engeland dat tegelijkertijd in Wijnendaal en Ipswich werd gesloten. Het verdrag bezegelde de militaire samenwerking van Vlaanderen en Engeland tegen Frankrijk. De huwelijksbeloften voor de Engelse kroonprins met een Vlaamse prinses werden hernieuwd. Indien Philippine de Dampierre niet beschikbaar was, want ze werd nu opgevoed aan het Franse hof, zou haar jongere zus Isabelle de plaats innemen. De banden met Frankrijk werden door dit verdrag verbroken. Zoals men toen al kon horen van onze verslaggever Jacques van der Sichel in Ipswich, waren de Engelse beloften erg aantrekkelijk. De Vlaamse schepen krijgen weer toegang tot de Engelse havens. Koning Edward heeft ook formeel beloofd dat de Vlaamse kooplui zullen worden vergoed voor de schade die zich hebben opgelopen tijdens de Frans-Engelse oorlog. Engeland komt nu de lang beloofde financiële steun bieden. Vlaanderen krijgt een lening toegewezen van 300.000 pond. De eerste schijf van 6.000 pond is al uitgekeerd aan de Vlaamse onderhandelaars. Over minder dan één maand volgt er een tweede schijf van 24.000 pond.
Voor Pasen en Pinksteren tenslotte heeft de Engelse koning nog eens 70.000 pond beloofd. Wat er dan nog overschiet, namelijk 200.000 pond, zal worden uitbetaald op de huwelijksdag van de kroonprins. De Vlaamse schatkist is daarmee voor een goed stuk uit de moeilijkheden. De politieke gevolgen van het nieuwe verdrag hangen in de eerste plaats af van de Franse reactie. En die is nog moeilijk te voorspellen. Om de praktische organisatie van de militaire samenwerking af te wikkelen, zal de Engelse koning twee ambassadeurs met uitgebreide bevoegdheden naar Vlaanderen sturen. Onze verslaggever in Engeland zei het toen al, dames en heren. Het was vooral met spanning wachten op de Franse reactie en op de reactie van het hoogste diplomatieke gezag, de kerk. Voor de meeste politieke waarnemers is het dan al duidelijk dat de oorlog onafwendbaar geworden is. Maar toch wordt er nog onderhandeld. De Frans-Vlaamse dialoog is zo goed als vastgelopen. Dit is een ultieme poging om nog een uitweg te vinden. De Franse delegatie staat onder leiding van de bisschop van Amiens. Hij zou bereid zijn tot grote toegevingen vanwege de koning. De Vlaamse graaf heeft door zijn belofte aan Engeland nog maar weinig bewegingsruimte. Hij kan bijna niet meer terug. Vluchtige gesprekken op de brug lokken de journalisten telkens weer naar buiten. De persmensen hier vragen zich af of het nachtwerk gaat worden, want de standpunten blijven onverzoenbaar. De langste nacht is begonnen. Voor de presentatie van het tweede journaal zijn er enkele nieuwsgierige bezoekers uit de omgeving opgedaagd. Maar ook voor hen is deze nacht spoedig te koud. Binnen wordt er gekaard, gepraat en gelachen door journalisten en koetsiers. De hele tijd door blijft de stemming zenuwachtig. De ochtendnevel zou witte rook kunnen symboliseren, maar het conclaaf nadert de mislukking. Zoals makkelijk kon worden voorspeld, worden de onderhandelingen zonder resultaat afgebroken. Je n'ai plus de commentaire, messieurs. Je peux seulement ajouter une chose. Il n'y a pas question de rompre la nouvelle alliance avec l'Angleterre. Ik kan dus kort zijn, er is geen sprake de nieuwe overeenkomst met Engeland te verbreken. Tegen dat oorlog met Frankrijk? Pas de commentaire. Geen commentaar, pardon. De Franse koning trekt daarna de enig mogelijke conclusie uit de opzegging van de Vlaamse afspraken. Hij gaat onmiddellijk in beroep bij de kerk en de bisschop van Reims slaat Vlaanderen in de kerkban. Salutem! Nos archiepiscopus, vos idolem, in his scriptis, excommunicatione et ancestras, ecclesiastico supporibus interdicto. Autoritate apostolica qua fungiur in his scriptis, et cuius modi excommunicationis et interdicti sententias principibus inviolabiliter observari. Dorec ipsi
nou is een jonkie voor iets even daarom. Die excommunicatie, dames en heren, was een regelrechte oorlogsverklaring. En er wordt nu al 5 jaar lang gevochten tussen Frankrijk en het graafschap Vlaanderen. De graaf en zijn oudste zonen zijn daarbij opnieuw gevangen genomen en zitten sindsdien in Frankrijk in hechtenis. Dat is de achtergrond van de gebeurtenissen van vandaag. De slag van vanmiddag kan een keerpunt betekenen in die oorlog. En ik zie ondertussen op mijn studiomonitor dat we weer contact hebben met William van Laken in Kortrijk. Ik hoop dat hij het laatste nieuws heeft over de gevechten. De slag bij Kortrijk is een duidelijke overwinning geworden voor de Vlaamse steden en met name voor Brugge dat hier de grootste inspanning heeft geleverd. Alle ooggetuigen zijn het erover eens. Het Franse ridderleger is hier vandaag in de pan gehakt. Verscheidene hooggeplaatste Franse militairen zijn gesneuveld, want de Vlamingen hebben er een waar bloedbad van gemaakt. Ze hebben tot nog toe geen krijgsgevangenen genomen. We hebben nu stilaan een wat duidelijker beeld van de gebeurtenissen zelf en dat krijgt u nu samen met het beloofde filmverslag. Hier Kortrijk, weer naar Brussel. De charge van de ruiterij werd ingezet met aanzienlijk voordeel voor de Fransen. De Groeningebeek en de Grote Beek waren moeilijk te nemen hindernissen voor de paarden. Eenmaal weer in het gelid sloegen de Franse escadrons diepe bressen in de Vlaamse stellingen. Nadat commandant Jan van Renesse de hulptroepen in de strijd had geworpen, konden de Vlamingen zich evenwel hervatten. De Franse ridders werden daarna teruggedreven, zodat er geen aanloopruimte meer overbleef om opnieuw te chargeren. De ultieme stormloop van Robert d'Artois kon de krijgskans niet meer keren. De strijd is daarna uitgevochten langs de oevers en in het water van de twee beken, waar paarden en ruiters meedogenloos zijn afgeslacht. Dat voor de gebeurtenissen van vandaag, dames en heren. Het is nu de vraag wat zo'n veldslag heeft opgeleverd. Het is natuurlijk gevaarlijk, nu al, amper enkele uren na het einde van de gevechten, besluiten te gaan trekken. Maar we willen daarover toch praten met onze studiogast, de heer Van Velten. Meneer Van Velten, betekent dat nu groot voordeel voor Vlaanderen? Wel, ik geloof van niet, want de Franse koning blijft de meeste troeven in handen houden. Je mag namelijk niet vergeten dat de Vlaamse graaf op dit ogenblik nog altijd in Frankrijk gevangen zit. En dat is ook zo voor 2 van zijn zonen. En de verstandhouding tussen de andere prinsen schijnt op dit ogenblik lang niet zo best. Dat is 1. Punt 2, de Vlamingen hebben geen internationale steun. Op Brabant of ook op Engeland moeten ze niet te veel rekenen. Koning Edward is 5 jaar geleden wel met een handjevol soldaten naar Gent gekomen, maar dat tegen de zin van zijn eigen baronnen in. En zoals iedereen weet, hebben de Gentenaars hen toen de stad uitgejaagd. En dan punt 3, de steden. Brugge en Gent liggen duidelijk met elkaar overhoop. Gent heeft vandaag zelfs niet meegevochten. Ik kan ook moeilijk aannemen dat de Vlaamse koningsgezinde schepenen er nu het bijltje zouden bij neerleggen. De kleine ambachten hebben dan wel voorlopig een slag thuis gehaald, maar zij missen uiteindelijk elke politieke ervaring. U geeft er dus helemaal geen krediet. Ik zie een weinig winst maken in de toekomst. Meneer Van Velten, dank u wel voor dit gesprek. Ja, zo pas, dames en heren, kregen wij op onze telex het volgende bericht van het Vlaamse persbureau. Dat spreekt van 2500 doden en 1200 gewonden. Voor iedere Vlaming die het leven heeft verloren, zouden er 10 Fransen zijn omgekomen. We geven die cijfers uiteraard met het nodige voorbehoud. Het Franse persbureau heeft ook gemeld dat bij de slag verscheidene Franse edelen zijn omgekomen. Nog altijd volgens die bron werden ze door de Vlamingen op beestachtige wijze afgeslacht. Zelfs hun paarden zijn niet gespaard. Onder hen minister Flot en de legercommandant Robert d'Artois. Ten slotte nog dit, dames en heren. Het is wel goed mogelijk dat de veldslag bij Kortrijk in de komende eeuwen zal worden herdacht om redenen die met de feiten van vandaag echt geen uitstaans hebben. Maar dat is iets wat de Panorama-redactie vandaag op 11 juli 1302 nog niet kan voorspellen en gelukkig maar. Einde van deze extra editie van Panorama, dames en heren. Graag tot later. Na 700 jaar in dit wereldgarans land.